Een hele goede morgen allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Christmas Week vlog. Het is vandaag maandag 5 december en dat betekent pakjesavond. Wij gaan het zelf thuis niet vieren, maar we vieren het wel een soort van met. We gaan gourmetten vanavond. Ik zit vandaag tot 5:30 op school en dit is wat ik aan heb. Ik moet mijn schoenen van Zara nog erbij doen, maar ik doe er zo bij. Deze trui van de Pooh & Bear, de broek van de Bershka en mijn schoenen dus van Zara. Trouwens, ik ga de adventkalender vanavond openen. Let trouwens niet op deze zak hier, maar die ga ik vanavond openen, want ik heb net mijn tanden gepoetst en dat is niet zo'n heel fijn gevoel. Ondertussen ben ik de vorige week vlog op dit moment hier aan het uploaden voor jullie. Ik ga er zo vandoor. Ik heb vandaag echt een super lange dag op school. En ik ga proberen meer te vloggen, ook op school. Omdat heel veel mensen erom vroegen. En dat ga ik ook doen. Dus meer vlogs op school. Dus ik zie jullie zo weer. Het was super gezellig. Ik ben inmiddels alweer boven. Het is 11:00. Maar ik ga zo slapen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst nog een vakje openmaken van de adventkalender. Het is nu 5 december als ik dit opneem. Voor de mensen die het wilden weten, ik maak per week dus 7 vakjes open van mijn adventkalender. En ik heb hem op 1 december gekocht. Dus ik mocht, of op 2 december heb ik hem gekocht. Dus ik mocht toen 2 vakjes eten. En dat was toen al vrijdag. Dus nu mag ik 5 eten. Dus vakje nummer 5. En die ga ik nu met jullie openmaken. Dus kijk jullie mee. Oké, hier zit vakje 5. Die ga ik nu openmaken. Oeh, wat zou dit zijn? Ik ga het hier even jullie neerzetten. Er zit dit in. Een soort engeltje. Echt super leuk. Dus die ga ik nu eten. En dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer, guys. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Het is van dinsdag 6 december. Het is nu rond 7:30. Ik ben mijn tas aan het inpakken van vandaag. En dit is wat ik aan heb. Hanen sweater. Trouwens, ik heb net een mailtje gekregen van de H&M dat mijn bestelling onderweg is. Dus yes, yes, yes. Dat vind ik echt super leuk, want ik heb super leuke dingen besteld. En mijn broek komt van de Bershka en mijn schoenen van de Zara. Echt, ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen trouwens. Maar het is alweer een bende hier. Dus ik moet het vanavond alweer ophangen. Dat vind ik niet meer raar. Dus. Ik ga nu trouwens een vakje openmaken van de adventkalender. Want dan moet ik dat vanavond moeten doen. Dus op naar vakje nummer 6. Hier zit vakje nummer 6. Wat zou het zijn? Het is een. Oh, het is een huisje. Hallo? Hallo, we're
Oké, okay, we hebben net koffie gehaald. Yay! Bij de, dat winkeltje daar, hierachter. Rauwdouwer. Ja, dan. En ik heb een warme chocolademelk en jij hebt een cappuccino volgens mij. Ja. Ja? En we gaan nu weer naar school. We hebben net theatermaken gehad, maar dat hebben jullie allemaal hiervoor kunnen zien. Ik voelde me net een kind in de sneeuw en werd daarna gebeten door mijn zombie mama. Dus het was echt wel een leuke opdracht. Maar die man, waar we les van kregen, die heeft trouwens ook gefigureerd in... Of GTSD. In GTSD. Hij speelt in GTSD. En wij, we kennen je van goede tijden. Maar we gaan dus nu weer naar school lopen. En we zien... Er is veel zon. Ik word een beetje blind. Ja, dus we gaan onze chocomelk drinken en cappuccino drinken. En dan gaan we lekker pauze vieren. En daarna een uurtje of twee, anderhalf uur filosofie. Dus let's go. Oké, ik heb dus net gefilmd voor een schoolopdracht hier zo. Ik moest zeg maar iets tekenen voor een, ja, voor een filmles. Dus ik heb gekozen voor Draw My Life. Ik hoop dat die heel leuk is geworden. Ik ga hem nu importeren op de computer werken. En daar ga ik jullie ook mee innemen in dat proces. Jullie zitten toevallig nog op een statiefje. Dus die ga ik hier neerzetten. Ik heb hier mijn computer staan. Die ga ik ook. Die ga ik nu aanzetten. En ja, ik ga dus nu de beelden importeren, editen, die video. En ik hoop dat die goed is. Maar ja, dat zien we dan wel. Morgen, het is vandaag donderdag. En kijk. Mooie kerstboom. En ben met Nina even naar de stad. En kijk. Mooi. En hier allemaal pakjes en zo. En kerstman bezorgd. Heel mooi. Kom, we gaan erin. Oh, the weather outside. Dit is vrijdag. Maar ik hou van kerstmis. In de auto. En de hondjes kijken om te lekker. Naar buiten. We gaan naar puppycursus. Woe! Gezellig. Oké, ik ben dus alweer thuis. En het was super leuk bij de puppycursus. Maar ik mocht helaas niks filmen bij de puppycursus. En ik ga nu weer een vakje openmaken van mijn adventkalender. Het is alweer dag 8. Het gaat zo ontzettend snel. En morgen hoop deze week dat mijn H&M bestelling nog binnenkomt, want dan kan ik dat laten zien in de vlogs. Of in de vlog. Dit is wat ik trouwens aan heb vandaag. Deze rode trui. Mijn broek van de Bershka. En mijn schoenen van Zara. Maar ik ga nu de adventkalender openmaken. Oké, vakje nummer 8. Hierin zit er... Oeh, een muntje. Dit is altijd zo moeilijk. Heb hem. Het is dit. Dus dit ga ik lekker eten. En we gaan zo de kerstboom versieren. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 9 december. Het is nu rond 9:10 en ik ga zo lekker uit bed, lekker chillen. Ik heb vandaag een dag vrij, dus dat is echt super chill, dus gewoon lekker een lang weekend en zo, dus ik kan nog wel wat leuke dingen doen. Vanavond komt mijn pakketje binnen van H&M in samenwerking met Justin Bieber lijn. Alleen ik zit te denken om daar een aparte shoplog van te maken of het gewoon in de vlog te doen. Maar dan moet ik maar even kijken. Maar het is ook weer tijd voor de adventkalender. Het is echt trouwens, het is echt best verleidelijk om af en toe gewoon te denken van oké, ik pak het chocolaatje van de volgende dag al. Maar dan is het niet meer leuk. Dus dat heb ik dus nog niet gedaan. Dus ik ga nu vakje nummer 9 openen. 9. Ooh.
zit in een heel schattig rendiertje. Nou, net kwam de postbode en die kwam mijn H&M bestelling brengen. Ik heb het al uitgepakt, want ik wilde wel even kijken of alles er goed uitzag. Het is nu rond 16:20 en eigenlijk wilde ik een shoplog hiervan maken. Maar ik dacht, nee, het was zo weinig, na 4 items. En ik vind het niet echt heel erg shoplog waardig. Dus ik laat het gewoon lekker in de vlog zien. En als eerste heb ik trui besteld. En ik had eigenlijk 5 dingen besteld, maar eentje gaat terug. Want gewoon, je ziet gewoon alles, zeg maar. Dat vind ik niet mooi. En ik heb ook wat een ander shirtje. Dus top. Als eerste heb ik deze hoodie besteld. Met staf erop. En alles, ik ga het nu niet showen aan jullie, want dat heb ik net al gedaan, beneden van mijn ouders en zo. Maar ik laat jullie wel af en toe even weten in de vlogs hoe het staat. Als eerst heb ik deze sweater gekocht met de staf erop. Hij is super zacht. Al deze merchandise is echt super zacht van binnen. En op de achterkant staat er Purpose Store. Echt een heel super lekkere sweater. En deze was €29,99. Toen heb ik een zwarte sweater besteld. Deze met op de Armour World Tour. Echt een hele leuke sweater. Op de achterkant staat niks. Maar ik ben er wel echt onwijs blij mee. Dan heb ik een niet uit de Justin line. Ofwel, we gaan eerst even de Justin line afmaken. En daarna heb ik één item besteld die niet uit Justin line kwam. Dan heb ik dit simpele shirt gekocht met Purpose Tour merchandise. En ik heb alles in XL besteld. En op de achterkant staan al die datums. Of datums, de plekken waar hij is geweest. En dan heb ik een hele leuke sweater gekocht. Voor wie mij kent, is dat mijn favoriete plek op de hele aarde New York is. En One Way New York. En toen zag ik deze sweater met New York op. Een soort van hoodie. En die vond ik ook wel heel erg leuk. En deze was €24,99. Dit shirt was €14,99. Deze hoodie was €29,99. En die andere hoodie was ook €29,99. En dit is wat ik allemaal heb gekocht, geshopt, whatever, bij de H&M. Bij Justin Bieber. Merchandise. Echt super blij mee. En nu ga ik even lekker vlogs kijken. En ik had wel de hele dag zin in chocola. Dus ik wil heel graag een chocolaatje van mijn adventkalender. Maar die heb ik al op. Dus ik zit er echt te kriebelen van of ik hem al zou nemen van morgen. Maar dat ga ik niet doen. Jongens, dat ga ik niet doen. Oké. Ik hou me sterk. Nou, ik zie jullie zo weer. Nou, zoals je kan zien ben ik weer in mijn kamer. En ik heb net beneden even tv gekeken. De Royalondes heb ik gekeken. Dit is trouwens het shirt van de Purpose Line. Op de achterkant alle datums. Super tof. Ik vind hem echt wel heel leuk. Maar hij is wel een beetje lang. Hij komt maar echt net hier zo. Dus ja, morgen ga ik trouwens een video opnemen van mijn favorites van het afgelopen jaar. Van het afgelopen jaar qua YouTube. YouTubers die ik heb gevolgd en dat soort dingen. Morgen gaan we misschien naar het tuincentrum. Dat vind ik altijd super leuk om gewoon met dit soort tijden door de intratuin heen te lopen. En dat was super chill. Dus daar ga ik jullie morgen ook mee naartoe nemen. En ik ga nu even uit dit allerhande Albert Heijn boekje kerst kijken. Want dat vind ik ook altijd fijn. En ik ga heerlijk mijn bed in. Ik ga dit in bed lezen. Even een vlogje kijken of zo. En dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is nu, even kijken hoe laat het nu is. Het is nu 11:45. Ik ben al denk ik net een uur wakker. Ik heb vlogs gekeken op de telefoon. En ik ben echt blij met mijn bestelling die gisteren is binnengekomen. Voor de mensen die de vlog nog niet hadden gezien.
spoel een paar minuten terug, spoel een paar seconden terug en je vindt dan de hele shopblog. Ik ga nu de adventkalender weer openen. Het regent volgens mij buiten echt heel hard. Dus vandaag vakje nummer 10 openmaken van de adventkalender. En dat ga ik jullie ook weer zien. Dus let's go. Oké, hier zit vakje 10. Dat ga ik nu openmaken. Dit zit erin. Het is een rendiertje. Zo schattig. Zondag dus. En de laatste dag van de week. Het is nu, even kijken, 11 december. En dit is wat ik aan heb. Deze sweater van de H&M / Purpose Line. Broek van Bershka en Zara schoenen. Vanavond ga ik beginnen met de adventkalender. En gisteren hebben we dus de wedstrijd ook nog gekeken van Badder versus Rico. Rico heeft dus gewonnen. En, oké, normaal ben ik niet van boksen, maar toen vond ik het wel vet. Ik heb gisteren dus deze sweater aangehad en die zit onwijs lekker. Hij is lekker oversized en daar hou ik echt van. En, het is nu, kijken, 1:15 en we gaan zo weg. We gaan zo meteen naar Karel's moeder toe. Super tof, oh mijn god, is weer echt vandaag echt dodelijk hard om fliek. Maar goed, dus jullie gaan weer mee in mijn dagje. En veel kijkplezier. Tot ziens.